Like deze video als jij Soraya achter mij ziet staan. 3, 2, 1. Ja, Soraya, ik ga er vandoor. Ik heb veel te doen. Ik heb de paarden eten te geven die we niet hebben. Dus ik zie je later. Ik zie je later vandaag wel weer, oké? Dat is goed. Tot straks. Ja. Ja, jongens, er is iets aan de hand. Ik heb altijd mijn favoriete chipjes met de smaak van chili. En vreemd genoeg is die zak leeg zonder dat ik eraan heb gezeten. Dus wat doe ik? Ik doe alsof ik vandaag op weg ben naar de kinderboerderij om daar samen met Jeyoon een leuke dag te hebben. Terwijl ik in realiteit bij het huis blijf. En Soraya heeft niets door. Oh, daar komt ze. Shh. Gaat snel doen. Jo vindt het misschien wel raar, maar... in een zwembad of in een klein fonteintje zwemmen is eigenlijk totaal niet raar. Ach, heerlijk. Wat? Ze zwemt in de fontein? Daarom ruikt hij altijd naar inktvis. Dat is sowieso een probleem. Oké. Weet je wat? Dit is mijn moment om even gewoon snel naar binnen te sluipen. Oké, nu zij buiten is en zij mij niet kan horen en ik haar niet, neem ik een kijkje in de slaapkamer om even mee te beginnen. Ik heb zo'n idee dat ze na het in de fontein zwemmen naar de make-upkamer gaat. Dat is de eerste plek waar ze altijd... Oké, jongens, ik heb een idee. Ik ga met haar mee. En ik ga gewoon eens even kijken wat ze doet, want ik weet waar mijn chips ligt. Op dit moment lijkt ze er nog niet naartoe te lopen, maar het kan nog alle kanten opgaan. Wat is dat? Ook het zonnebril. Die rode is wel mooi. Wat nou als ik gewoon een van deze mooie oorbelletjes aandoe? Dat is misschien wel, een leuk idee. Kan dat? Jongens, kijk eens. Ja, anders moet ik die zonnebril laten. De mijne die ik nu aan heb is veel cooler. Ze hoeft geen zonnebril. Oké, ik heb oorbellen. Kijk dan, dit staat bij mij. Ik wil oorbellen. Even kijken. Maar ik heb de oorbellen. Hè? Waar zijn mijn diamanten blinkende oorbellen? En parels? Hè? Ik had ze hier gelaten. Ja. Ik weet het zeker. Ja. Ik ga er wel even naar boven. Naar boven? Paard. Oké, naar boven. Oké, ik hoor haar nu niet meer. Zij mij ook niet, want ze is iets verder weg. Soraya is haar oorbellen kwijt. Weet je ook eens hoe het voelt om dingen kwijt te zijn die je niet een andere hebt gegeven? Mijn chips. Al zijn oorbellen wel wat duurder. Oké, even kijken. De kust is veilig. Ze is naar boven, zei ze. Oké, interessant. Wat nou als ik eerst een kijkje neem... in de geheime girl room. Nee, Job. Je moet erachter komen of ze aan je chip zit. En de chip zit boven. Misschien pakt ze het nu wel. Even kijken. Waar is... Oh! Ze zit achter de tv. Ik hoor haar praten, denk ik. Ik wil tv kijken. Even kijken. Wat zou ik kijken? Ik heb eigenlijk totaal geen idee. Misschien is Unicorn Land wel online. Even kijken. Niet het juiste moment, oké. Ze is Unicorns Land aan het kijken. Jongens, dit is één van de make-up kamers. Ik kan niet te hard praten, want als zij nu haar make-up wil bijwerken, ziet ze dit. Wacht eens even. Misschien is dit wel het juiste moment om mijzelf een beetje aan te passen. Wat nou als ik deze make-up combineer met een mooi pruikje en ik loop naar haar toe? Ik ben immers niet de tuber. Maar Angela, Betty, Lisa, Fiona. Iets met Ia erachter in ieder geval. Oké, rustig. Ze hoort me nu weer en ik hoor haar. Wat zegt ze nou? Ja, Unicorn Land. Er is totaal niks nieuws gekomen vandaag. Oké, er is niks nieuws gekomen. Dus wij gaan naar beneden en wij gaan eens even kijken of wij misschien in de kamer waar zij net was... een beetje een mooie look voor onszelf kunnen uitkiezen. Wat dachten jullie daarvan? Iets wat mij matcht. Iets wat past bij mijn persoonlijkheid. Wat dachten jullie bijvoorbeeld van... Nou, even kijken. Wat is een mooie haarstijl? Zoiets ziet er, denk ik... Oké, kijk. Zeg maar, die hanenkam die valt nu nog op. Maar niet als we natuurlijk de juiste kleur pakken. Oké. Iets anders nog? Misschien een mooi jurkje. Misschien dat hier wel ergens een outfitje ligt. Wat dachten jullie van deze? Even kijken. Zullen we gaan voor iets roods? Iets wat er... Nee, dat is niet echt mijn stijl. Dan gaan we... Nou, dat is ook niet echt als je het mij vraagt. Ik vind iets casuals wel mooi. Ja, laten we gaan voor dit. Ja, dat ziet er mooi uit. Dan nog iets aan de bovenkant. Wat dachten jullie hiervan?
Oh. Niemand zal weten dat ik dit ben. En Soraya dus ook niet. Het enige wat ik nu nog moet doen is een laagje foundation om mijn groene soort van reptielenhuid mee weg te werken. En misschien dat dit hier wel de juiste optie... Moet stil zijn. Oké, Job, je bent een meisje. Jouw naam, dat laat ik aan haar over. Ik lijk wel op een van haar vriendinnen. Ik heb expres een look gekozen die een beetje matcht met een van de vriendinnen die ik ooit over de vloer heb zien komen hier. Wacht even. Dat is het. Als ik nou gewoon tegen Soraya begin over chips, terwijl zij denkt dat ik haar vriendin ben. Misschien stelt Soraya dan wel voor om Job zijn chips te eten, omdat Job toch niet thuis is. Niet vandaag. Ja. Ja. Oké. Dit is perfect. 3, 2, 1. Hey, meid. Meid. Oh, hey, Lulu. Hey, ik ben Lulu en ik heet Lulu, want Lulu is mijn naam. Ja, dat klopt. Ja, hey, wat leuk, wat gezellig dat je mij zo hebt willen uitnodigen op deze mooie woensdagmiddag. Nou, ik had je eigenlijk niet uitgenodigd, maar ik vind het wel gezellig dat je er bent. Ja, dat is waar. Nee, je hebt mij niet uitgenodigd, maar soms moet je het onverwachte kunnen verwachten, vind je niet? Dat is waar. Oké, wat zijn we aan het kijken? Unicornland, maar er is niks nieuws. Oh, dat is saai. Hey, zullen we anders iets leuks doen vandaag? Oh, ja, gaan we een nieuw unicorn kopen? Weet je, anders maak ik de planning voor de verandering. Anders zijn we alleen maar met die unicorns bezig de hele dag. Ja, dat, je hebt gelijk. Ik moet ermee ophouden. Kies jij maar iets leuks. Volg mij! Ik volg. Ja, kijk, het leek mij een leuk idee om zo een beetje bij zonsondergang te beginnen met een lekker potje voetbal. Voetbal? Oh, oké. Oh, ik bedoel meer van, ik weet dat meestal jongens het leuk vinden, maar het is ook prima om voor meisjes te spelen, right? Ja, dat is ook zo. Je moet ervan houden. Oké, daar gaan we. Ga maar in het goal staan. Ik kom aan. Okay. Ja? Ik ben er niet zo goed in. Misschien kunnen we beter iets anders doen. Ja, ik ook niet. Oké, nee. Volg mij. Ik heb een leuk idee. Weet je wat we moeten doen? Nee. Wat dacht je van een... fotoshoot! Sorry, ik ben gewoon een beetje enthousiast. Ik kan er niet zoveel aan doen. Volg mij! Ja. Geen probleem. Hey. Ik had trouwens een vraag. Ja? Wat vind je van deze pose? Ja, prachtig. Dat is eigenlijk niet wat ik wou vragen. Ik wou vragen. Jij hebt toch een vriendje? Ja, Job. Ja, Job. Job lijkt mij echt zo'n jongen. En correct me if I'm wrong. Maar die echt een soort van obsessie heeft met chips. Met chipjes. Ja, hij is wel heel erg verslaafd, inderdaad. En maar, wat voor chipjes vindt hij dan vooral lekker? Ja, van die hele lekkere die aan zijn vingers blijven plakken. Misschien iets zoals chili. Chili. Chili chips, ja, die. Ja, oké, okay, ja. Weet je, daar hebben we het zo meteen nog wel eventjes meer over. Ja, laten we samen foto's maken. Ja, leuk. Let's go. Oké, welke kleurachtergrond wil jij? Roze. Roze. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Roze. Oh. Oké, zo, kijk. En dan gaan we zo staan. Kom maar. Oké, en dan ga ik een pose doen die ik mooi vind en jij die jij mooi vindt. Oké, dat is goed. Oké, ik doe deze. Dit noem ik de look at my. Gewoon like, look at my. En dit noem ik de hurk, want ik liet mijn sleutels vallen. Dus nou ja, maak er dan maar gelijk een foto van. ik doe deze. Wat is dat? Wat is dat? Dat is van... Oeh, een spin! dit noem ik de woe. Kijk, ik heb zojuist mijn schouders getraind. En nu mag heel de wereld zien hoe mooi dat is. En dit is... Ik moet naar het toilet. Ik moet naar het toilet. Laten we naar het toilet gaan. Dat vind ik een goed plan. Volg mij. Ja? Oké.
Hey, maar we hebben eigenlijk geen foto's gemaakt. Oké. Okay. Nou ja, je hebt gelijk. Ja, dat kunnen we de volgende keer. Maar we kunnen wel blijven dansen. Oeh. Oké, okay, laten we dat niet doen. Ja, oké. Ik ben ook aan het dansen eigenlijk nu. Oké. Okay. Wow, jij kan dansen en lopen. Jij bent uitverkorene. Thanks. Ja, oké, dus ik wil eigenlijk even naar het toilet. En meiden bespreken altijd hun grootste geheimen op het toilet. Ja, oeh, spannend. Ja, zullen we dat doen? Zullen we geheimen uitwisselen van dingen die we niet van elkaar weten, maar die we dan wel weten omdat we het hebben uitgewisseld? Want dat is het idee van geheimen uitwisselen. Ja, dan mag jij beginnen. Oké, dan gaan we eerst allebei ons eigen toilethokje nemen. Welke wil jij? Ik die. Is dat niet... Dat is eigenlijk mijn favoriete kant. Maar ik pak deze altijd. Oh. Ja, maar niet als Job alleen thuis is. Oké, succes! Oké. Dus, ik vroeg mij af. Wat vind jij bijvoorbeeld leuk om te doen wanneer je vriendje niet thuis is? Iets met chips misschien? Chili? Saus? Chips? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik hou wel van andere chips meestal. Andere chips? Oké. En wat doe je bijvoorbeeld op een gemiddelde maandagochtend? Dan kijk naar Unicorn Land. Dan is er altijd een nieuwe aflevering. Moment, ik zit vast in het toilet. Oké. En wat doe je bijvoorbeeld graag samen met Job? Als je bijvoorbeeld... Gaan jullie soms naar de bioscoop? Ja, daar hebben we onlangs de nieuwe Unicorn... Oh, die Terminator! Ja, die hebben... Wat? Terminator? Hoe weet je dat? Ja, stom. Je had die sms naar mij dat jullie bij de Terminator waren, want ik wou jou... Hè? Ja? Terminator? Doe je deur eens open. Hé! Hey. Een hanenkam? Nee. Job? Wat doe jij hier? Ik moet naar het toilet en het staat mij niet aan dat je mij daarin interrupeert. Interval. Ik vind het heel raar dat je op het toilet staat terwijl ik hier ben. Wil je alsjeblieft weggaan? Ik vind het heel raar als je in een dames toilet zit met rode lange haren, Job, en make-up. Iedereen zijn hobby's, Soraya. Iedereen zijn hobby's. Wil je me alsjeblieft met rust laten en het toiletpapier is bijna op. Job, er hangt een nieuwe rol. Oké, luister. Soraya, ik heb je door. Ik heb je door. De reden dat ik de hele dag in het huis was en ja, ik heb je oorbellen gepakt. En ja, ik zag je tv kijken. En ja, ik was de hele tijd, Job. Ook toen ik... Toen ik dit deed zo deze pose. En ook toen ik, toen ik zo ging zitten. Kijk, charmant. Ja, maar waar het op neerkomt, is dat ik dat deed omdat ik weet dat jij de afgelopen 5 keer mijn chili saus chips hebt opgegeten. Jij was het. Heb ik niet gedaan. Jawel, gisteren was de zak namelijk op. Wat heb je daarop te zeggen? Ben je echt serieus? Ja, jij hebt gisteren mijn zak opgegeten, want er zat niks meer in de zak. Ja, Job, als je goed nadenkt, wat waren we gisteren aan het doen? Nou, we waren film aan het kijken en ik op mijn chili saus chips. Oh ja. Ja, nu je het zegt, ik heb het opgegeten. Ja, maar vorige week dan, toen we gingen vissen en toen ik die chips bij me had en toen ik het op had omdat jij... Toen ik het op had. Ja, maar dat heeft niks te maken met maandag. Toen we samen naar een make-up show keken en dat ik mijn chili saus chips aan het opeten was en zei dat jij het was en ik het eigenlijk was. Maar ik wil niet toegeven dat ik te veel chili saus chips eet. Ja, Job, en trouwens maandag... waren we geen modeshow aan het kijken. We keken naar Unicorn Land. Ja, ja, dat hoeft niet. Niet iedereen te weten natuurlijk, hè? Oké. Nou, weet je, sorry. Er is maar één manier hoe we dit kunnen oplossen. Ja, inderdaad. Een nieuwe aflevering kijken van Unicorn Land. Nee. Oh. Toiletparty! Oeh, yeah! Sorry voor het bespioneren. Was niet aardig.